Ik had er eigenlijk niet zoveel verwachtingen bij, maar het was wel gaaf om te doen. Echt, ik vond het echt gaaf om een keer te mogen proberen. Je ziet dat ik er ietsjes indruk en dan polijst die hem helemaal mooi. In Almelo hebben we vier verschrikkelijke goede middelbare scholen die boven het landelijke gemiddelde presteren. Die leerlingen mochten zich vandaag oriënteren. Ze zijn 4 HAVO of 5 VWO. En wat die kinderen hier kunnen, tenminste hopen we ze bereiken, is dat die een richting gaan kiezen die bij hun past. Meer een soort studiekeuze. En als u niet weet wat u eigenlijk nog zou willen, of u weet niet precies wat bij u ligt, en u gaat alleen maar uit van de cijfers die je haalt op de middelbare school, omdat je die juist goed doet, de vakken die je goed doet, goed kunt eigenlijk, dat je daarin verder gaat. Misschien is dat helemaal niet je richting. Misschien wil je heel iets anders doen. En daarvoor laten we ze links en rechts kijken. Wil je dus eerst even een beetje over de tanden? Willen we graag als tandartsen ook een tandartsen bijkomen, een jonge tandartsen. Omdat in Nederland is tekort aan tandartsen. En met name ook in regio Twente. Dus we willen eigenlijk graag dat deze jongeren later ook als tandarts terug naar Almelo, laat maar zo zeggen. En het wordt ook wel gepromoot in Twente. Men wil graag de leerlingen voor, of dit soort mensen voor Twente behouden. Alleen als ze weggaan, ze gaan studeren in Groningen of in Rotterdam of in Amsterdam of Utrecht, is het toch wel moeilijk om ze terug te krijgen. En wij geloven er heilig in, ik persoonlijk geloof er heilig in, dat wanneer je die leerlingen hier eens laat rondlopen en ze krijgen een link met het bedrijf, dat ze makkelijker terugkomen dan dat ze helemaal geen link hebben met het bedrijf. Ja, we kregen van school kregen we eigenlijk een mogelijkheid om dit te doen. Toen zag ik staan van tandarts, toen was ik eigenlijk al meteen overtuigd van hier schrijf ik me sowieso voor in. Maar nu krijg je wel een beetje een indicatie zeg maar, van hoe het eigenlijk in het dagelijks leven eraan toe gaat. Dat vind ik wel fijn. Ik heb eigenlijk zelf geen idee hoe het ging, maar mijn vrouw zei dat het wel goed ging. Ja, ik ben hier echt mee heen gegaan om echt even te kijken wat je hier nou doet. En ik vond het echt wel leuk hier. Dus ik ga er wel over nadenken om misschien hier iets te gaan doen. Is dit ook voor jou een soort van vervanging voor het feit dat de hogescholen en zo allemaal geen open dagen hebben? Ja, dat is het denk ik wel. Want het lijkt wel een beetje op een open dag dit. Maar in plaats van echt naar een universiteit te gaan, ga je direct naar een bedrijf. En dat is ook echt wel fijn. Dan kun je echt zien hoe het hier allemaal een beetje loopt. Ja, ik krijg nu ook wel echt een beeld van hoe het eigenlijk het beroep eraan toe gaat. In plaats van bij universiteiten, zo krijg je ook vaak meer over de studie te horen. Dus dat is wel fijn. En is dit iets wat je jezelf later ziet doen? Ja, absoluut. Lijkt mij wel echt leuk, ja. Dus was dit voor jou dan meer even kijken of je de goede keuze al gemaakt hebt? Ja, voornamelijk wel. Ja, het was wel echt gaaf om zo te ervaren.